Het Veenendaalse GVVV wacht nog altijd op de eerste zege. En AFC is in uitwedstrijden ongeslagen de nummer 2 van de ranglijst. Met de eerste kans van de wedstrijd. Waar het hoofd er uiteindelijk is van Markiet. Cheviro Markiet. Oostinje. Geen Adnane bij GVVV. Die is deze week van de training afgelopen. En wat er met hem gaat gebeuren is onduidelijk. Oostinje schiet. Wil een hoekschop. Die krijgt hij niet. En GVVV dus twee keer gelijk tot nu toe in deze competitie in de Jacks League. En de laatste plaats is voor hen met slechts 2 punten. AFC in het kielzog van koploper Katwijk. Een goede bal daar. En is dit de eerste goal voor GVVV? Joshua Patrick. Maar die krijgt hem er niet in. En dan zie je de verschrikte blik van Ulrich Landvreugd, de coach van AFC. Want hier mag men zich niet een nederlaag veroorloven of een gelijkspel. In de race om het kampioenschap wil men gewoon winnen. Maatsen en daar is de bal van Verhaar. Maar die gaat recht in de handen van doelman Van Willigen. Thomas Verhaar op het middenveld bij AFC. Hoekschop dan met de corner van Milan Hoek, de captain. Van heel ver de poging van Guus van Weerdenburg. Maar die bal gaat hoog over de ballenvanger. En GVVV vindt het allemaal wel prima. Potjes naar Oostinje. Oostinje zoeken naar de vrije man. Vindt hij uiteindelijk niet. Dan is daar de voorzet. En dan moet Gijs van Zetten er ook nog eens even aankomen. Niemand die het laatste tikje wil geven. En Houwat is daar best boos om. Bal zit weer voor Tillema, de man die de afgelopen week de winnende maakte tegen Rijnsburgse Boys. Daar weer de actie van Cody Klaver en de redding van Van Willigen. En zo zijn de plaatjes prima. En heeft GVVV bij rust de stand van 0-0 bereikt en begint het daarmee de tweede helft. Met weer balbezit voor de Amsterdammers. Goed daar Klaver, Verhaar. Is dat buitenspel? Nee, dus de kans voor AFC. Maar ze krijgen hem er niet in. Tillema is dit. En die had best een treffer kunnen maken. Wat weet GVVV te doen? Ook heel weinig doelpunten gemaakt nog maar. 4 doelpunten voor, dus ook die zijn heel duur. Maar Joshua Patrick krijgt hem er weer niet in. Gerry Vink, laatste 2 weken niet gespeeld met zijn ploeg, dus veel getraind. In verband met corona gingen de wedstrijden niet door. En dan nu Spies met het schot en die vliegt binnen. Justin Spies. Het is de 67ste minuut en GVVV maakt zijn 5e treffer van de competitie. En dat is een hele belangrijke. Spies als AFC de bal niet wegkrijgt. En dan zit Van Zetten mis. En is het 1-0 voor de Veenendalers. Wat een wilde daar op Sportpark Panhuis. Met Danny de Leeuw. Patrick. Maar die kan net niet voldoende kracht achter die bal geven. Van Zetten pakt op. En dan moeten ze haast gaan maken. Maatsen doet dat richting Klaver. Daar de omhaal. De halve omhaal. Maar Van Willigen hoeft daar niet voor in actie te komen. Bal die kwam van Owe Boale, de invaller. Die 20 minuten voor tijd een invalbeurt kreeg. Joshua Patrick, lopende man in Spies. Daar gaat de bal ook naartoe. Spies maakt hij het af. Hij maakt het niet af. Van Zetten zit ertussen. Maar daar had hij zich onsterfelijk kunnen maken met zijn 2e van de middag. Zoeken weer. Markiet inmiddels van achteren mee naar voren gegaan. Ignacio legt klaar bij Klaver. Poging in de korte hoek van Klaver, maar die gaat er niet in. Het offensief van AFC en ze worden sterker en sterker. Van Zetten is mee, maar het telt allemaal niet. Gerry Vink dolgelukkig. Het is zijn eerste zege nadat hij de nieuwe coach werd bij GVVV.